beste dingen. Hij is een kei van de blije beestje. Zoep, zoep, bij. Holiday Arch, Holiday Arch. Does the bij de gemak zijn? Holiday Arch, Holiday Arch. Zodat Paras een bij kan zijn. Op elke berg en in Jano, Arch zoekt zijn moeder hier. Met vriendjes vrolijk. Die dappere bij is Hutch. Een honingbij, honingbij Hutch. Honingbij Hutch, hij is zo dapper als een bij kan zijn. Lang voordat de kleuren van het woud gaan veranderen, vindt moeder natuur een manier om de kleine wezentjes eraan te herinneren dat de winter in aantocht is. En dat betekent dat ze zich allemaal moeten voorbereiden op de kou. Sommigen gaan op weg naar meren en stroompjes en maken van het water hun vaste huis. Anderen blijven natuurlijk liever droog. Maar ieder bereidt de winter op zijn eigen manier voor, zo goed als hij maar kan. Als ik niet heel gauw iets te eten vind, dan val ik. Misschien vind ik wel wat honing ergens in de buurt. Ik moet mijn krachten sterken voor wat er komen gaat. Tijd om mijn werkers te inspecteren. Ja, eet goed, mijn kleine zijdewormbeestjes. Ik wil dat jullie eten en goed groeien. Maak maar veel fijne zijde voor me. Jullie zullen me heel erg rijk maken. Verdraai toch aan toe. De zon komt alweer op. Ik moet naar huis vliegen en wat rusten. Blijf werken, engeltjes. Denk erom, ik hou je in de gaten. Huh? Ah, mamzelle. Het antwoord op jullie gebeden is al hier. Dat is Marcel Kakkerlak. Tot uw dienst. Ik kan geluk brengen in jullie ellendige leven. Ah, chérie, wil je niet eens uit met mij? Maar chérie, klopt jouw hart niet voor Marcel? We vliegen weg op de vleugels van een lied. Eh bien, wel. Ah, ma petite mopie. Hein? Hein? Oh. Oh. Oui. Mon amour, mag ik u helpen? Nou... Ik heb wel honing nodig. Ah. Maar dit is wel tussen jou en mij. Het is mijn genoegen, mamzelle Royale, te voorzien. Oh, dat was een lekker stukje. Had ik nou ook nog maar iets te eten. Maar ik moet weer verder gaan als ik mijn moeder ooit nog wil vinden. Oh. Oh. Is alles goed? Huh? Ik dacht dat je misschien wat honing lustte om weer wat kracht te krijgen. Oh. Er is genoeg waar dit vandaan kwam, dus eet maar op. Oh. Ik zag je bewusteloos liggen buiten mijn deur vannacht. Dus bracht ik je binnen en stopte je in bed. Je moet wel van ver komen. Ik ben nog nooit uit deze boom geweest. De kruik is helemaal leeg. Oh, dat was zalig. Oh, mijn naam is Honingbij Hutch en ik ben op weg om mijn moeder te zoeken die koningin is. Ik ben Suzie Zijderups en ik ben blij dat je in mijn huisje logeert. Maar ik kan niet zo lang blijven. Een paar dagjes of zo? Oh, ik voel... Oh, je zou in bed moeten blijven. Oh nee, ik moet gaan en mijn moeder vinden. Oh. Ik moet mijn moeder vinden. Oh.
Zodra je kunt vliegen, moet je gewoon rusten, anders vind je je moeder nooit. Zo dan, als je hier nog heel even blijft, zul je je beter voelen, zeker weten. We moeten je weer op kracht brengen met veel slaap en verse honing, voordat je weg kunt vliegen. Ik zie je straks, nu moet ik weer aan het werk. Het duurt niet lang meer. Goh, ben ik blij dat ik eindelijk van die oude jas af ben. Nu ben je klaar om fijne zijde voor me te maken, mijn kleine spinster. En binnenkort zullen je zusters er ook klaar voor zijn. Ik hoop dat ik gauw mijn oude jas kwijtraak en niet meer hoef te werken voor gemeen oude Max Mot. Iedereen blijft werken terwijl ik even ga rusten. Oh. Werken, werken, werken. Iets anders doe ik nooit. Ah, ma chère, dit is u Marcel. Oh, ik weet niet hoe ik je kan bedanken. Maar je moet beloven eens met me uit te gaan voordat ik je nog meer honing geef, ma petita. Ik heb mijn deel volbracht en ik verwacht dat jij dat ook doet. Ja, dat doe ik zeker. Maar heb wat geduld op mijn coconelvis. Dan heb ik meer tijd voor jou. Tegen die tijd zijn je vleugels vergroeid en vlieg je weg. Nee, Marcel. Meen je dat? Hou je je aan je afspraak, mamzelle? Dag. Maar ik ruik toch onraad. Misschien doe ik toch wat onderzoek. Eens zien. Huh? Marcel weet niet dat de honing die hij brengt voor jou is. Hij is niet zo erg slim. Ben ik wel. Ah. Allee. Oh. Je probeerde de spot te drijven met deze slimme kakkerlak door mijn honing te geven aan die bij. Ah. Oh nee, Marcel. Je hebt niet alleen mij bedrogen, maar ook je werkgever. Meneer kakkerlak. Wat bedoelt u? Mamzelle is in dienst bij Max Mot. Niet? Ja, helaas wel, ja. Wat maakt het nou uit voor meneer Mot dat ze mij te eten geeft? Als ze thuis blijft voor jou, maakt ze geen zijde. Ja. Geef me mijn honing terug of ik vertel Max Mot wat een stoute meid je bent. Au revoir. O jee, dankzij Marcel ga ik problemen krijgen met mijn baas. Oh... Ik moet van hem heel veel blaadjes eten, anders kan ik geen zijde maken voor mijn cocon. Maak je geen zorgen, ik ben een honingbij en honing zoeken is mijn werk. Ga jij maar en ik zorg voor de honing voor Marcel. Ik hoop alleen dat je genoeg kracht hebt om het te doen. Niemand werkt harder dan een honingbij. En omdat het om een ereschuld ging, wist Hutch dat hij door moest gaan totdat de klus geklaard was. Dus werkte hij dag en nacht op zoek naar honing. Deze is vol. Nou heb ik hem. Bonjour, mes amis. De boze Marcel Kakkerlak had een gemeen plan bedacht met een bende van slechte buurtspinnen. Als hij de zon kon afschermen van de bloem waarin Hutch aan het werk was, dan zou de bloem zich sluiten en zat Hutch in de val. Het web van de spinnen was een belangrijk deel van dat plan. Net als wij gaan bloemen slapen als het donker wordt. Maar een bloem weet niet of het donker wordt omdat de zon ondergaat of dat het door iets anders komt. Dus als je blaadjes in een spinnenweb plakt, lijkt het voor een bloem ook donker. Ah. Oh nee, wacht even, het is nog niet donker. Help me! Is er iemand? Terwijl die arme Hutch probeerde zich te bevrijden, begonnen de zijdewormen hun cocon te bouwen. Nu kan ik mijn cocon bouwen met alle anderen. Bonjour! Jij kunt niet genoeg zijde maken om je cocon te bouwen, want je hebt te veel tijd verknoeid aan die bij. Maar
wat weet je dan over hem? Het is een ondankbare bij. Hij ging gewoon weg, zonder dag te zeggen. Oh. Wat gebeurt er hier? Bonjour, monsieur Mott. Leuk u weer te zien. Alleen stond ik op het punt au revoir te zeggen. Wacht eens. Maar meneer, ik zou liever gaan als u mijn arm los wil laten. Ik wil jou spreken. Ga terug naar je werk, juffie. Dan praat ik een aantal minuutjes met mijn goede vriend Marcel. En denk erom, ik verwacht een dagwerk voor een dagloon. Ik heb je gevolgd, mijn vriend. En ik denk dat je nuttig voor mij kunt zijn in mijn zijdezaken als jij jezelf een beetje kunt aanpassen. Je zou het uiteindelijk tot brancheleider kunnen schoppen. Ik krijg geen adem meer. Laat iemand me nou helpen. Maak dat ding open. Ik kan er niet uit. Deze bloem weet niet dat het nog dag is. Is er iets aan de hand, Susie? Het klonk alsof die bloem heel hard om hulp riep. Dat is omdat Marcel en een hele bende spinnen een honingbij in de val lokten vanmorgen. Kun je me horen? Ik ben het. Ik hoop dat je me eruit kunt krijgen. Ik kan je nauwelijks horen. Kun je hem open krijgen? Ik krijg geen lucht meer. Oh, hemel. Ik moet eruit en gauw. Susie wist dat ze het spinnenweb niet af kon breken. Maar ze kon wel iets maken dat de zon reflecteerde, waardoor de bloem zou denken dat het morgen was en het vrij zou laten. Het was zwaar en moeilijk werk voor haar. Zeker omdat ze niet genoeg had gegeten om haar zijdevoorraad op te bouwen. Een zijdeworm moet heel veel blaadjes eten om een kokon te kunnen spinnen. Susie besefte dat elk draadje zijde dat ze voor Hutch gebruikte, er een minder was voor haar eigen kokon. Maar al gauw begon zich een prachtig gordijn van zijde te vormen dat de zonnestralen weerkaatste. Om Hutch te redden had Susie bijna alle zijde verbruikt die ze voor haar eigen kokon nodig zou hebben. Waar ben je, Susie? Susie, wat is er met je? Is alles in orde, Susie? Hutch. Wat is er? Hutch, toe. Breng me weer terug in de boom. Goed. Susie, zul je het wel redden hierboven? Ja hoor, maak je geen zorgen. Als dat zo is, dan ga ik maar. Dag. Dag. Tot ziens, Hutch. Bedankt dat je mijn vriendje bent. Ach, ik moest maar weer eens beginnen. En met wat over was van haar zijde, begon Susie de kokon te spinnen die haar warm moest houden tijdens de lange, koude wintermaanden. En Marcel, gaan we samenwerken of niet? Maar meneer Mott, heb meelij. Als we alle zijden van de zijdewormen stelen als ze slapen, bevriezen ze dan niet in de winter? Daar kan ik me niet druk om maken, mijn beste kerel. Zaken zijn zaken en ik bied jou een kans op de grootste en beste mogelijkheden waar een schurk als jij ooit tegenaan kan lopen in zijn ellendige leven. Nou, kies je voor het succes of blijf je een kakkerlak? Monsieur, ik ben een kakkerlak, sacrebleu. Maar ik ben klaar zakenman te worden. Mooi. En welkom aan boord. Dit kan ik toch niet zomaar toelaten? Oh, Susie, je kokon is zo dun. Het is mijn schuld dat je niet genoeg zijde had om een dikke kokon te maken. Ik moet echt iets doen om je warm te houden in de winter. Maar wat? Als je een wens doet bij een ster, komt die uit, heb ik wel eens gehoord. Meneer Ster... Mijn enige wens is iets te vinden om Susie warm te houden tijdens de winter, zodat ze ook een mooie volwassen vlinder kan worden als het weer zomer wordt. Bedankt voor het luisteren. Hé, meneer Mott, ze lijken te slapen. Ja, dit is de perfecte gelegenheid. Ik sta vierkant achter u. Vlieg dan maar mee. Ma foi, wat een dwaas. Het is afrekentijd voor mijn wormpjes. Wat een dekselse duivel ben ik toch. Mm.
moet klaarstaan voor het gevecht. Ze zullen nu wel bijna opkomen dagen. Is dit niet opwindend? Goedenavond en welkom. Ben je hier om te helpen of ben je op zoek naar Bonje? Dan denk ik het laatste. Chagrin, heeft u gezien hoe donker het dan wordt, meneer Maarten? Laat mijn been los, bijenbeest. Je zult alles zo verknoeien. Ik laat je niet de zijdewormen beroven. Je begrijpt het niet. De zijde is van mij. Nee. Ik geef helemaal niks om die zijdewormen. Gesnapt? Nu zul je nooit hun zijde te pakken krijgen. Je hebt te veel tijd aan mij verknoeid. Kijk maar naar de lucht, meneer Mot. Het is met u gedaan. Oh, nee, nee, nee. Die bij heeft hem vernietigd. En wat ga je nou doen om Susie zijdeworm te redden, hè? Huh? Wat bedoelt u ermee, mevrouw? Nou, ze maakt een groot zijden schild om de zon te reflecteren op de bloem waar jij in zat. En dan kan ze zich niet warm houden. Oh. En nu is de kokon die ze maakte zo dun dat ze nooit een vlinder wordt. Dus wat ben je van plan eraan te gaan doen? Ik wilde Susie niet in moeilijkheden brengen. Misschien niet, maar dat is er gebeurd en het is nu jouw taak er iets aan te doen. Dag! Hutch wist dat Susie uit haar kokon zou moeten komen voor het morgenlicht zou verdwijnen. Anders werd het te koud voor haar om te volgroeien. De kleine bij wist niet wat hij moest doen om te helpen. Maar hij bleef dicht bij Susie, zelfs nadat het morgenlicht zich teruggetrokken had en het weer kouder en kouder werd. Nog de stromende regen, nog de vorst die zeker zou volgen, kon de Hutch van Susie losmaken. Hij wist zo zeker dat het zijn fout was dat ze niet tot een vlinder was ontwikkeld, dat hij zijn eigen lijf gebruikte om haar te warmen. Ik hoop maar dat mijn wensen verhoord worden en je gauw ontwaakt en een mooie vlinder wordt zoals de anderen. Het was heel dapper van jou om me te redden, maar als je mij in die bloem had laten zitten, was dit allemaal niet gebeurd. Zou het allemaal voor niks geweest zijn? Huh? Susie, het is bijna lente en ik zie je daarbinnen bewegen. Nu ik weet dat het goed is, kan ik gaan. Je bent een prachtige zijdeworm, Susie. En je wordt vast een prachtige vlinder. Vaarwel, Susie. Herinnerde Susie zich dat Hutch zijn moeder zocht en dat de kleine honingbij nu weer op weg moest gaan. Ze wist ook dat ze dankzij Hutch de winter doorgekomen was. Hij had haar warm gehouden en ze wenste hem alle geluk van de wereld.